En toen ze dat huis binnengekomen zijn, zijn ze meteen vermoord. Kennen jullie het verhaal van Ingrid Visser? Nee. Ingrid Visser was dus een hele goede volleybalster. En als je heel goed bent in volleyballen, dan kan je vooral in het buitenland heel veel geld verdienen. Op een gegeven moment heeft ze bij een club in Murcia gespeeld. De Champions League gewonnen. Maar al het geld wat haar beloofd was, dat heeft ze niet volledig gekregen. 13 mei had ze een afspraak met die manager. En die manager had gezegd, ja, er is gedoe over het geld, maar ik heb nu een oplossing. Dus zij gingen op die maandagavond met z'n tweeën naar die sporthal. Maar ze werden niet ontvangen door die manager, maar door een vrouw met twee dochtertjes op de achterbank. En die vrouw zei, Juan die zit ergens wat verderop. Ik neem u wel even mee in de auto. Ze worden bij een vakantiehuis afgeleverd.